Mijn naam is Honoré Wiffels. Honoré Wiffels. Ik was bibliothecaris en priester. Het was eind augustus en ineens waren we bezet. Ja, ineens. Het zat eraan te komen. Leuven, dat lag om zeggens op een baan. Het ging zo rap allemaal. Het ene moment waren we nog zo neutraal als water. En het andere moment was de oorlog. Mijn naam is Gertrude. Ik ben de moeder van Marcel, van Hector en van Jeff. Mijn drie zonen. Marcel is de jongste. Het is een stille jongen. Hector en Jeff, dat waren lawaaimakers, buitenspelers, in de bomen klimmen, ravotten en vechten. Marcel deed daar niet aan mee. Nee. Die jongen zat van 's morgens vroeg tot 's avonds laat met zijn neus in de boeken. Julien, mijn vent, die las geen boeken. Die las alleen de Gazette. Maar onze Marcel, boeken lezen en nog eens lezen. Ik hield mij daar niet zoveel mee bezig, met die oorlog. Ja, pas op, ik wist dat het serieus was. Europa, dat was een kruidvat. Ja, vroeg of laat moest het ontploffen, maar dat was mijn wereld niet. Ik zat binnen in de universiteit, in de bibliotheek. Dat was mijn wereld. Ik zat daar zo graag. Tussen mijn madammekes. Ah ja, zo noemde ik hen, die boeken. Ze hebben mij zoveel geleerd. En ik zorgde voor hen. Zo goed als dat ging. Het was eind augustus van het jaar 1914. En Marcel was juist 18 jaar geworden. En hij was erop gebrand om naar het groot seminarie te vertrekken. Hij wilde priester worden. Dat het oorlog was, was het minste van zijn gedachten. Hector en Jeff, die hadden zich al aangesloten bij het leger. Die wilden vechten voor het land en voor de koning. Maar Marcel niet. Bidden, dat deed hij. Bidden voor zijn broers. Wat er precies gebeurd is, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, omstreeks 8 uur 's avonds worden schoten in het centrum van de stad. En de Duits die zei dat het Belgische tireurs waren, franc-tireurs, scherpschutters, vrijschutters. En generaal van Ludwigs beweerde dat het de zoon van de burgemeester was. Hij had een commandant geschossen. Papijsde. Represaille natuurlijk. 8. Medogenloos. Een inferno. 100 burgers geëxecuteerd. 100 burgers weggevoerd naar strafkampen. En vuur. Vuur, overal vuur. Ja, ze stakken alles in brand. En generaal van Ludwigs. Helaas. Die kon er niets anders. Maar onze burgemeester. Maar die had niet eens een zoon. Totdat Julien op de middag aan tafel een artikel voorlas uit de Gazette dat een Duits de bibliotheek van de Universiteit van Leuven had platgebrand. Marcel verslikte zich van het verschieten. Hij kon het niet geloven. Hij was er niet goed van. Al die boeken verloren. Weg. Ja, iedereen sprak er schande over. Het
Het was precies of die verbrande boeken waren erger dan al de gesneuvelde soldaten. Ik kon daar niet bij met mijn verstand. Ik kan daar nog altijd niet bij. Ik kon niets meer doen. Toen ik daaraan kwam, stond heel dat gebouw in de vlammen. Ja, ik wilde nog naar binnen lopen. Redden wat er te redden viel, blijft hier, zeiden ze, blijft hier, houd u kalm. Dat zijn toch maar boeken. Maar, hoe kunt u nu zoiets zeggen? Ik heb geschreid. Geschreid als een klein kind. Het snoert nog mijn keel toe. Al die boeken. Allemaal rook en vuur en assen. Meer dan 300.000. Eeuwenoude handschriften, boeken. Iedere letter. Een kunstwerk. Maar zo schoon. Al die verhalen tussen metershoge kasten, gelijk een eeuwenoude nevel. Je ziet hem niet, je proeft hem niet. Je snuift hem alleen maar op, die nevel. Weg. Allemaal weg. Enkele dagen later begon Marcel erover dat hij ook naar de oorlog wilde. Och, ik wist niet wat ik hoorde. Maar jongen toch, dat is niks voor u. Ons heer moet van alles zijn getal hebben. En gij zijt gemaakt om naar het seminarie te gaan en niet om te vechten. Ik kon dat uit zijn hoofd klappen. En in september vertrok hij toch naar het seminarie. Een maand later zaten Hector en Jeff al achter de Nijzer. En toen, in december, kwam die brief van kardinaal Mercier, die opriep tot verzet tegen de Duitsers. Dat was de druppel. Denk ik. Marcel is van het seminarie nog één keer naar huis gekomen om ons goeiedag te zeggen. En hij is vertrokken naar het front. Het enige dat ik nu nog had, was angst. Angst. Mijn drie jongens gingen erachter aan het front aan het vechten en ik kon er niet bij. Ik kon er niet bij. Ik sliep niet meer. Iedere nacht lag ik te draaien en te keren. Soms, wanneer de wind uit het westen kwam, dacht ik dat ik van ver het geschut hoorde. Het geploeter. Het gekerm. Soldaten die op hun moeder riepen. In het Vlaams, in het Frans, ook in het Engels en in het Duits. Dat vreet u op van binnen. Iedere morgen opstaan met de gedachte, vandaag komt de brief dat er een van de drie gesneuveld is. Het gedacht dat een van mijn jongens lag te creperen van het zeer, lag dood te bloeden, lag weg te zinken in de modder van de Westhoek. En dat ik er niet aan kon, dat ik mijn hand niet op zijn hoofd kon leggen, op zijn zere knie, dat ik hem niet kon vastpakken. Dat vreet u op. 2 jaar aan een stuk. En toen kwam de brief. Met een wezenloze blik in haar vermoeide ogen staart ze naar de bloemen op het behang. Waarom duurde het wachten toch zo lang? De dagen zijn gedrenkt in onvermogen. Waarom geen brief met zekerheid of hij dood is of hij leeft?
en dan steekt ze weer hetzelfde kaarsje aan. Tussen beter weten in en met een traan die tussen hoop en wanhoop zweeft. De stilte is een vijand, een ondraaglijk geruis. Ze strijkt de plooien uit haar rok. Hoor de terken langzaam tikken van de klok. Het slapen is geen slapen meer en onrust vult het huis. Waarom haar kind zo jong en nauwelijks geleefd? En dan kijkt ze naar de rode avondlucht. Tegen beter weten in en met een zucht die tussen hoop en wanhoop zweeft. Met een wezenloze blik in haar vermoeide ogen staart ze naar de bloemen op het behang. Waarom duurt het wachten toch zo lang? Ik ben Paul Cardoen. In het jaar 16 werd ik gemobiliseerd, maar content dat ik was. Ik was er klaar voor die oorlog. Ja, wat wilde, hè? Een jong gastje van 18 jaar. En vooral niet willen onderdoen voor de anderen die al vertrokken waren aan het front. Maar ik wilde niet zondigen tegen het vijfde gebod. Ik wilde niemand dooddoen. En hoe pijs je dat te doen, manneke? Naar het front vertrekken en niemand willen dooddoen. Zeg, wat gaat je zeggen? Tegen de Duits misschien? Of die alsjeblieft met zijn klikken en zijn klakken wil terugkeren van waar dat hij komt. Maar er waren andere manieren om u nuttig te maken aan het front. Ze hadden brancardiers nodig. En dat was iets voor mij. Dat was een schoenwerk, vond ik. En we werden opgeleid in speciale kampen. We leerden die verschillende soorten breuken en kwetsuren kennen. We leerden hoe dat we van de kleren de stof moesten wegsnijden rond de kwetsuur en hoe dat we die wonden moesten uitwassen. Dat was allemaal zo moeilijk, niet? Zo op het eerste gezicht. Ik daar wel tegen kunnen, ik. Ja. Totdat ik daar echt rondliep. We werden ingedeeld in de 11e compagnie van het 13e linieregiment. We lagen niet zo ver van Avecapelle. En er was daar juist een ferm bombardement geweest. Ik ben Martha. Van de café L'Espérance op de Grote Markt in Poperingen. Ik deed dat graag, werken in de café. Oh, ik deed dat strafgraag. Ja, ik ben altijd graag bij de leut en bij het plezier geweest. En in zo'n café is er altijd plezier. Ah ja, je moet dat verstaan, hè. De mannen komen van het front. Ze zijn niet dood. Ze zijn niet gewond. Ze hebben enkele dagen verlof. Ze kunnen veel pinten drinken. Straffe verhalen vertellen. En naar het vrouwenvolk kijken. Ja, ik was jong toen. Ik was een schoon meisje. Dat mag ik wel zeggen. Het zijn er veel die het geprobeerd hebben. Maar ze moesten het niet proberen. Dat pakte niet bij mij. Ene was er. Ene. Ik zag hem graag. Hij zag mij graag. Het was een schone vent. Hij had van die diepe blauwe ogen. En hij was toch zo charmant. Maar later hebben ze mij verteld dat hij getrouwd was. Ik was daar kapot van, hè. Maar echt kapot. En vanaf die dag heb ik nooit toegelaten dat een soldaat, een kolonel of wat dan ook, dichter kwam dan de pint die hij vroeg. En achter dat bombardement
Je staat daar. Tot aan je knieën. In de modder van de Westhoek. En je staat daar. Hè. En je kijkt rond. En je weet niet waar eerst gelopen, want ze liggen overal. Overal. Dood. Of half dood. Leeggebloed. Uiteengereten. Stuiptrekkend. Schrijend. Kermend. Bittend. En je staat daar. Begint er dan maar aan. Aan uw schoon werk van brancardier. Probeer maar een keer die kleren los te snijden als je het verschil niet meer ziet tussen vest en vlees. Als het allemaal samenplakt met bloed en slijken en stront. Begint er dan maar aan. Probeer maar een keer iemand op een berry te krijgen als zijn arm of zijn been er nog maar aan hangt. Met een reepje rauw vlees. Probeer maar te ploeteren en te sukkelen, dwars door al die smeerlapperij, over de ratten en de vuiligheden, en de kadavers van paarden, en al die kapotgesmeten soldaten. Zoekt u maar een weg terug naar het veldhospitaal met uw berry. Hij probeert er vooral niet aan te denken dat straks misschien u een toer kan zijn. Probeer vooral niet te denken aan al hetgeen dat je ziet en hoort en proeft en riekt. Probeert overeind te blijven en voor te doen. Probeer maar om niet zot te worden. Beetje raar had ik echt te doen. Hij kwam hier iedere dag zijn pintjes drinken nadat zijn zoon vertrokken was. Gerard had maar één zoon, de simpelaar. Die jongen zei nooit iets en hij kon moeilijk gaan. Hij mankte. Maar omdat hij 18 jaar was, moest hij naar het leger. Gerard heeft hem zelf naar de statie gebracht. En sindsdien kwam hij hier iedere dag zijn pintjes drinken, want hij was benauwd. Hij was doodbenauwd. En dat was er mijn compagnon brancardier. Marcel. Marcel. 2 jaar ouder dan ik. Een paar jaar langer in dienst en hij pakte mij mee. Van de eerste dag dat ik toegekomen was in de compagnie. En vanaf dat moment, de beste maten. 2 zielen in een zak, altijd toe op gang. En een maand of 2 later stond die zoon van Gerard hier weer. Ja, ik zeg niet wat die of wat dat. Hij stond daar weer. Gerard zei dat hij enkele dagen verlof had. En meer vroeg ik niet. Maar Gerard heeft al zijn soldatenkleren verbrand. Dat vond ik raar. Maar meer zeg ik daar niet over. En vanaf de eerste dag dat die jongen thuis was, zat hij in de perenboom, achter hun huis. Ja, wat hij daar verloren had, niemand weet het, maar hij zat daar bij goed weer, bij slecht weer. Hij zat altijd in die perenboom. Hij kwam enkel naar binnen om te eten. En op een dag komt er hier een vliegmachine. Dat cirkelde zo een beetje rond, boven dat huis, zo'n keer of 2. En de volgende middag was dat vliegmachine daar weer. En wij zeggen tegen elkaar, ah, dat vliegmachine is daar weer, wat moet dat hier hebben? En op hetzelfde uur. Ja, misschien dachten ze dat die jongen in de perenboom, dat dan een spion was. En de derde middag was dat vliegmachine daar weer. En dan heeft het een granaat laten vallen. Die jongen was niet op slag dood, nee.
Heel zijn hoofd was kapot gesmeten. Ze hebben hem naar binnen gebracht en ze hebben hem in de kelder gelegd. Het enige dat hij vroeg was water. Water. Die moeder. Stel u dat toch een keer voor. Die moeder liep rond. Zat maar dat kind. En dat kind nu dood was. Ja, Gerard en zijn vrouw wilden hier vertrekken, maar ze wilden eerst hun zoon begraven op het kerkhof. De timmerman heeft een kist gemaakt. Ze hebben die kist op mijn korte wagen gezet en ze zijn ermee naar het kerkhof gereden tot bij ons Heeres kruis. En als ze daar komen, komt er weer een vliegmachine. Ze hebben geen put kunnen graven, nee, ze zijn weggelopen. Maar dat beeld van die kist op die korte wagen bij ons Heeres kruis, dat is nooit meer uit mijn hoofd gegaan. Nee, nooit meer. Ja. Marcel. Marcel. Ik had mijn handen vol met gekwetsten. Ergens, in niemands land. En Marcel komt naar mij toegelopen om mij te helpen. En ik roep nog naar hem. Hij zei, pas op Marcel, pas op, ze zijn aan het schieten. En op dat moment ontploft er vlak voor hem een granaat. En hij wordt tegen de grond gesmeten. Ja, ik zag direct dat het serieus was. Hij lag gelijk aan flarden. Maar hij leefde nog. Ik ben naar hem toegekropen. Het enige dat ik hem nu nog altijd hoor zeggen. Een kogel door mijn kop houden. Nu, ik sta lekker in brand. Ja, je maakt veel mee als je in een café zit. Op de middag komen hier twee gasten aan, twee broers. Ik had ze nog nooit gezien. Bonken van kerels. Schuchter. Precies als ze nog nooit in een café waren geweest. Precies als ze nog nooit een vrouw mens hadden gezien. Ik ga er naartoe. Henk ziet verdriet in hun ogen. Oh, ik had er toch zo'n compassie mee. Ze bestellen een pint en ze vragen papier en iets om te schrijven. Urenlang hebben ze daar gezeten met dat papier en die crayon in hun handen. Ze wisten niet hoe ze het moesten zeggen. Van Marcel, van hun broer, dat hij nu in het hospitaal lag. En dat hij hier niet meer zou doorkomen. En dat hij eigenlijk een held was. Hun Marcel. Oh, ik heb ze nog een pint gegeven. En daarna nog één om hen te troosten. Ik kon dat niet. Mijn beste maat doodschieten. Ik heb nog wat jenever tussen zijn lippen gegoten. En hij ging gelijk van zichzelf. En hoe dat ik dat gedaan heb, ik weet het nog altijd niet. Maar ik heb hem op die berg gekregen. En hij is nog in het hospitaal geraakt. In proeven. 2 dagen. 2 dagen heeft hij daar nog liggen afzien. Ik heb dikwijls gedacht, ik had hem moeten doodschieten. Onze Heere zou dat wel verstaan hebben. Ik heb allicht veel fouten gemaakt daar aan het front. Maar dat was voorzeker de grootste. Ze zijn dikwijls teruggekomen, die twee broers, om pinten te drinken. Altijd open. Altijd samen.
tot op een dag die in ene alleen voor de deur stond. Geen Vlaamse klaproos of ze bloeit wel naast een kruis dat een verknoeid bestaan markeert. En in de lucht geen leeuwerik of zijn gerucht verijlt wanneer een vuurmond loeit en wij zijn dood. Geen zon die gloeit, geen lief dat onze zinnen boeit. Wij slaakten onze laatste zucht in Vlaanderen. De vijand die gij zo verfoeit, hij wordt door het vuur verschroeid dat in u brandt. Maar als gevlucht maakt gij van ons een kille klucht dus doods. Hoewel de klaproos groeit in Vlaanderen, hoewel de klaproos groeit in Vlaanderen. Jef van Nieuwenborg, soldaat, samen met mijn broer, Hector. En ineens was ons een kleine daar bij ons in de tranchees. In de loopgraven. We konden wij bij dat niet geloven, Hector en ik. Wow. Marcelleke. In een kostuum van brancardier. Oh. Zit jij niet achter je boeken in het seminarium misschien? Zijn jij voor ons niet aan het bidden? Jawel, zegt u, jawel, aan het bidden dagen. Maar ja, op de bidden moet je niet stilzitten, hè. Oh, we zeiden dat hij een onnozelaar was. Dat hij hier niks te zoeken had. Dat hij maar vlug terug moest keren naar het seminarium. Of mijn vader en moeder. Die zouden ook wel doodongerust zijn. Maar eerlijk. Eerlijk. En wat waren wij zotte content dat hij daar was. Onze de kleine. Onze Marcel. Rosie. Ik ben Rosie. Je moet dat in het Engels zeggen. Rosie. Mijn moeder heeft mij die naam gegeven. Ze zei, dat is een schone naam. Je kunt dat op zijn Vlaams zeggen en op zijn Engels. Uw vader zou dat ook graag gehoord hebben. Ja, mijn vader was een Engelsman. Sommige mensen zeggen dat die Engelsen verstierd waren. Verstierd! Wat is dat nu voor een woord? Ik heb dat niet graag, dat ze zo over die Engelsen spreken. Want hadden wij hen niet gehad, de Duits had ons zeker plat gekregen. Ja, er waren er daarbij die geen manieren hadden, maar niet allemaal. En zeker mijn vader niet. Ja, Marcel. Hij had ons overal gezocht, zei hij. Hij had overal navraag gedaan en eindelijk had hij ons gevonden. En ik moet zeggen... Hij kwam gelijk op het juiste moment. Ja, we zaten er gelijk alle twee een beetje door, Hector en ik. Ja, wat wilde, hè? Al die vortimiseren in de tranchees. En dat er nu nog een keer iets zou gebeuren, maar nee. Het zat allemaal muurvast, heel dat front, al 2 jaar aan een stuk. Niemand die het nog zag zitten. Waart je niet gekwetst? Wel, dan waart je wel ziek. Of zot. Mijn vader was een schone Engelsman, met een schone moustache. Hij heette Wilfred. Mijn moeder zei in het begin altijd Wilfried, maar het was Wilfred Gurney. Hij was gekwetst geraakt aan zijn been en ze hadden hem naar het hospitaal gebracht, in Proven. Mijn moeder moest hem verzorgen, ze was daar verpleegster, mijn moeder. You have pain? Vroeg ze. No, zei hij. Not when I see your smile. Het
was een echte gentleman. Ze werden direct verliefd op elkaar. Maar mijn moeder gaf daar niet zo rap aan toe. Nee, nee, ze was het genoeg gezegd van haar moeder. Pas op voor de soldaten en zeker voor de vreemden. Die zijn ver van hier en die pijzen dat ze hier hun goesting mogen doen. 5 minuten leuten en jij zit in de miserie. Ja, dat zei ze. Ja, Marcel. Die wist altijd wel iets leutigs te doen of te vertellen. Ja, gelijk met die luizen. Ja, we waren wij vergeven van de luizen en van de neten. Ja, in het begin is dat om zot te worden, maar ja, gewend er wel aan op den duur. Nu ja, we zitten zo met ons drieën te kletsen. En Marcel zit onder zijn hemd te scharten. En hij haalt daar in één keer 2 luizen uit. En hij bekijkt ze zo een keer goed, zo van dicht, met toegeknepen ogen. En hij zegt, moest ik nu weten, hè, wie van die 2 mij hier gebeten heeft? En wel, hè, ik zou hem doodknijpen. Maar ja, kan het lijkt niet zien aan hun aangezicht. En hij steekt die 2 luizen voorzichtig eens weer onder zijn hand. Ah, het is zo'n deugd om weer een keer te lachen en weer een keer te zeveren. Zo met 3 broers onder elkaar. Om heel die vortenoorlog te vergeten. Ja. Wat zou ik er niet voor geven om dat nog een keer te mogen doen? Wilfred, zijn been was rap genezen en hij moest weer naar het front. Ja, mijn moeder had daar hartzeer van. Maar ze peinsde, och, het is al zo wel, voordat hij mijn kop helemaal zot maakt. En enkele weken later staat hij daar weer. Hij had enkele dagen verlof en hij was te 4 klauwen naar proven gekomen naar zijn sweet godelieve. Ja, het werd een serieuze vrijage. En Wilfred zei dat hij na de oorlog hier zou blijven om met mijn moeder te trouwen. Maar hij sneuvelde. In het jaar 16 van het gas. Mijn moeder heeft mij altijd verteld dat hij zijn gasmasker aan een kameraad gaf. Hij heeft nooit geweten dat hij vader ging worden. Nooit. Ja, ja. Het is iets. Geboren worden in de oorlog. De oorlog overleven. Het is iets. Alleen thuiskomen bij vader en moeder. Zonder vader. Zonder broers. Zo dik was het verhaal, hoor. In het begin geen woorden vinden. Op den duur denk je toch dat je hem gekend hebt. Mekaar een keer vastpakken. Hij wil vastpakken. En dan langzaam, beetje bij beetje, de verhalen laten komen. Houd u vast aan de verhalen. Over Hector. Van Wilfred. En over Marcel. En van Marcel. Wie gaat einen Kameraden, ein besseren findest du niet. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite, im gleichen Schritt und Tritt. Ein Kugel kam geflogen, ging es mir oder gilt es dir? Sie hat ihn weggerissen, nun liegt es zu meinen Füßen, als wär's ein Stück von mir. Du bleibst in ewigem Leben, mein guter Kamerad, mein gute Kamerad.
Ik heb u nog niet verteld over Flokske. Flokske en de korporaal. Hè? Flokske, dat was een hondje. Een stratielijke, zoals ze zeggen. Hè? Zo'n rattenpakkertje. En Flokske, dat was de mascotte van de Engelse artillerie. En die lagen in het park bij het kasteel van Boezingen. Ah, Flokske, dat was een braaf hondje. Maar het kon niet tegen al dat kanonnengeweld. Als er geschoten werd, dan lag dat hondje zo heel ver, met zijn kop zo heel diep tussen zijn voorpoten. Nu, wij, de Belgen, wij lagen aan de andere kant van Boezingen. Hè, aan de brug. Richting Steenstraat. Ja. En Flokske, die kwam dan af en toe een keer overgewaaid. Maar ja, we brachten hem altijd weer terug naar Dengelsen. Maar die zeiden dat hij op den duur beter bij ons kon blijven. Dat hij dan minder last had van al dat zwaar geschut. En zo kregen wij onze eigen mascotte. Ah, Flokske, dat was echt een braaf hondje. Het volgde ons overal. Soms een keer naar de tranchées. Als het een beetje rustig was. Of naar de barakken. Waren wij echt verknocht aan dat beestje. Maar voor alles was Flokske verknocht aan de korporaal. Hij liep altijd achter zijn gat. Ja, behalve natuurlijk als er geschoten werd. Maar ja, dan was dat hondje geen wijde omtrek meer te zien. Ik ben Marieke. Ik heb weinig met een oorlog te maken gehad, want ik was een kind. Ik speelde met poppen. En met vliegmachientjes, oh, daar was ik zot van. Ja, wij woonden ver van het front. Maar ze hebben mij wel verteld dat het verschrikkelijk was aan het front. Want de soldaten moesten loopgraven maken met zandzakjes. En ze moesten daar gebukt in lopen. Ja, dat was zeker niet gemakkelijk met die zware ransel en met dat geweer. En in de loopgraven liepen ratten. En de soldaten hadden allemaal luizen en vlooien. En hun kleren waren vuil van de modder. En ze hadden allemaal honger. En de dode paarden lagen op hun rug met hun poten als stokken in de lucht. En de officieren, die commandeerden in het Frans. Ja, de Vlaamse soldaten verstonden dat niet natuurlijk. Ze liepen de verkeerde kant op, recht naar hun dood. En dat waren ook soldaten die het niet meer konden uithouden. En die liepen naar de vijand en ze riepen, schiet mij dood, schiet mij dood. En in de winter waren er soldaten doodgevroren in de loopgrachten. Ja, dat hebben ze mij allemaal verteld. Ik heb dat niet gezien natuurlijk. Maar ik heb wel gezien soldaten die marcheerden. Ja, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, maar ik vond dat echt schoon. Dat marcheren, die uniformen, die blinkende knopen. Echt schoon om naar te kijken. Thuis zat mijn moeder altijd aan tafel met een streng gezicht. Maar wij hadden geen honger. Wij hadden eten. En dat is genoeg, zei mijn moeder, dat is genoeg. Ik zag mijn moeder graag. Mijn vader heb ik nooit gekend. Hij is gestorven lang voor de oorlog. En mijn moeder vertelde daar niet veel over. Och, hij is dood, zei ze. Hij is dood. In april van het jaar 18 lanceerde de Duits een groots offensief om Poperingen te veroveren. En wij, de Belgen, wij moesten hem tegenhouden langs de kant van Steenstraat. Maar je kunt gaan pijzen dat dat daar geen kermis was. De mannen vielen als vliegen. Langs weerskant. En nog een keer zagen we dat de korporaal ook gevallen was. Hij lag in de achter, dood of levend. We wisten het niet. Er was geen moyen om hem daar terug te halen. Nog gieren, zeiden we. Nog gieren. En nog gieren. Flokske.
En het was lik of dat dontje dat gehoord had. Van nog een keer was daar gezet. Houd hem tegen, zeiden we, houd hem tegen. En we bonden een fles korte drank rond zijn nek. En we lieten hem los. En hij liep stekenrecht naar de korporaal. En toen zagen we dat hij nog leefde. En dat hij zo heel moeizaam die fles korte drank pakte en aan zijn lippen zette. Ja, dat hij flokske een keer over zijn kopje wreef. En vooral dat hij er heel slecht aan toe was. En flokske drentelde heen en weer. Hij komt te zeggen, hoe is het? Komt er nog mee of hoe zit het? Maar hij kon niet meer mee, de korporaal. En te lange lesten legde dat hondje zijn eigen neer. Zo heel dicht bij zijn maat. Ik moest 's avonds dikwijls vroeg gaan slapen. Ik hoorde dan dat mijn moeder bezoek kreeg van de korporel, de korporaal of de kolonel, dacht ik. En mijn moeder sprak dan precies Duits. En ze was dan zo overdreven vriendelijk. Ik had dat niet graag, dat ze zo raar deed en zo vriendelijk was als ik vroeg moest gaan slapen. Ik had dat niet graag. Maar sanderdaags zag ik de glazen op tafel en de lege fles. En in de kast lag er brood en kaas en vlees. Later, veel later, heb ik het allemaal begrepen. Het heeft uren geduurd, eer we hem daar konden weghalen, de korporaal. Hij was al koud. Flokske was nergens meer te zien. Dat hondje is ook nooit meer teruggekeerd. Ja, het was ook maar tegen de NAVO dat ik ongerust begon te worden over mijn broer, Hector. Ja, hij was ook nog niet terug. Niet bij de barakken, niet bij de gesneuvelden. Ja, hij is gekwetst geraakt, dacht ik. En ze hebben hem weggevoerd naar het hospitaal, naar proeven. Maar na 4 dagen had ik nog altijd niets van hem gehoord. Maar ja, was hij dood? Gesneuveld en niet teruggevonden. Krijgsgevangen gemaakt door een Duits. Ik wist het niet. Ik wist het echt niet. Dat was om zot te worden. Van Marcel wist ik het tenminste direct. Hij was dood. Maar van Hector? Niets. Niets. Dat was om zot te worden. Waar dat ik echt zot van was, dat was van vliegtuigen. Je hoorde ze van ver komen. Precies de Meikever. Heel hoog in de lucht, maar dan veel luider. En als ik dat hoorde, nam ik een papier. Want als je dat papier oprolt en je kijkt daardoor, dan is dat precies dat vliegmachine dichterbij komt. Nu zijn alle vliegmachines in het zilver en in het wit, maar toen waren ze in het groen en in het geel. Oh, dat was echt schoon om naar te kijken. Dat groen en dat geel tegen de blauwe lucht. Echt schoon om naar te kijken. En ik heb een keer het vliegmachine gezien van de rode baron. Ja, dat was een echte baron. En die kon vliegen. Vliegen, zelfs omgekeerd. Maar dat heb ik nooit gezien, dat hebben ze mij verteld. En hij kon vliegen zo in een cirkel of in een 8. Ja, dat kon die. Ik heb er nooit meer iets van gehoord. Van Hector, van mijn broer. En de oorlog is al zo lang gepasseerd. Ja, ergens denk ik dat hij daar gesneuveld is in Steenstraten. En ik hoop dat hij niet te veel heeft afgezien. Maar diep van binnen geloof ik dat hij ooit nog een keer voor mijn neus zal staan. En ik weet dus niet wat ik zou doen, hè. Erop kloppen. Of hem een keer goed vastpakken.
Zei ze dat ik het alle twee zou doen. Ik heb een keer een luchtgevecht gezien tussen een Fransman en een Duitser in het jaar 17. Ja, eerst vloog die Fransman voorop. En hij ging naar beneden, ja, die Duitse, daarachter natuurlijk, en dan weer naar boven. En nu vloog die Fransman achter die Duitser. Maar die trok op en hij ging helemaal naar ginder, zodat die Fransman niet meer zag waar hij was. En ineens was die Duitse daar weer, maar nu aan de andere kant van die Fransman. Twee vliegen, heel hoog in de lucht. Iedereen stond buiten te kijken en iedereen was heel stil. En ik wilde roepen, maar mijn moeder zei dat ik moest zwijgen. Ja, ik versta dat wel, want alle mensen keken naar mijn moeder, vooral de vrouwen. Iedereen was heel stil. En dan ineens, raketaketak. En dan kwam een zwarte damp uit die Fransman. En hij viel in cirkeltjes naar beneden met die zwarte rookpluim boven hem. Precies een brandende vlieg die naar beneden komt. En dan is hij neergestort. Maar dat hebben we niet gezien. Nee, dat was veel te ver. Maar het is toch raar, hè, dat ze die Fransman nooit hebben teruggevonden. Zijn vliegmachine wel, maar hem niet. Ja, ze hebben dan maar in Poelkapelle een monument voor hem gezet. Een grote vogel, een ooievaar met zijn vleugels naar beneden. Ja, ik verstond dat beeld wel. Guinemer, zo heette hij, ja. Maar 60 jaar later hebben ze hem toch gevonden in een bos. Ja, het is wel raar, hè, dat een oorlog voor sommige mensen zo lang moet duren. So Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down to mountainside. The summer's gone and all the roses fallen. 'Tis you, 'tis you must go and I must bide. But come you back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and white with snow. Yes, I'll be there in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. En als je komt, wat eens toch zal gebeuren, maar ik er dan voor jou niet meer kan zijn. Zoek dan de plaats waar alle bloemen treuren. Bid voor mij heel stil en schoon refrein. Dan zal ik eens jouw trouwe voetstap horen. En waar ik rust zal zacht en warmer zijn. Dan kniel jij neer en zeg dat jij mij lief hebt. Tot wij voorgoed in vrede samen zijn. Hector van Nieuwenborg. Dat is mijn echte naam. Ik heb ze lang niet meer gebruikt. Ik heb gedacht, ik ga dat achter mij kunnen laten. Ik ga dat kunnen vergeten. Ginder. In Amerika.
Ik weet wat dat je nu zit te denken. Dat ik een lafaard ben, hè? Een verrader. Ja, wel, dan is dat dan maar zo. Maar op die moment, ik was kapot. Ik was leeg. Ik ben de vrouw van Germain, Julia. Wij woonden in onze molen, die op het hoogste punt stond van West-Rozebeke. Germain was molenaar. Wij hebben lang in Frankrijk gezeten, met onze kleine Achille. We zaten wij daar goed, diep in Frankrijk, en wij hadden geen goesting om terug te keren naar die platgesmeten Westhoek. We zaten wij daar goed, ver weg van het front. 4 jaar front. 4 jaar. Maar heb daar geen gedacht van wat dat is, 4 jaar. Oh, je hebt altijd chance, gij, zeiden ze in de compagnie, gij en uw broer. Gij glipt altijd door de mazen van het net en het is waar. Het is waar, de Duits had ons nog niet te stekken gehad. Maar was dat chance? Geluk? Wie had er meer geluk? Zij die er al vanaf waren? Of zij die altijd maar moesten voortdoen? Het was in het begin van augustus, in het jaar 1914. Germain was 's morgens naar Boezingen gegaan. Maar 's avonds kon hij niet meer terug. Het front was opgeschoven. Boezingen was nog vrij en West-Rozebeke was ineens bezet door de Duits. Stel u dat toch een keer voor. Je kunt niet bij elkaar komen en je zit toch arme 15 kilometer van elkaar. Stel u dat toch een keer voor. We waren nog geen jaar getrouwd. Ik zat met een borelingske van 2 weken. Ons Achilleke. We stonden op het punt om naar Frankrijk te vluchten. Maar ik zat daar nu schoon te blinken met dat kind en met zijn beerke. Onze molen stond op het hoogste punt van West-Rozebeke. Je kunt pijzen dat een Duits daar zijn hoofd had opgezet. Ze hebben hem platgebrand, onze molen. Ik kon daar nu niet meer wachten op Germain. Ik moest wel op de vlucht. Ik zat er al maanden mee in mijn kop. Weglopen, vluchten, deserteren, goed wetende dat daar de doodstraf op stond. Dat kon mij niet schelen. Goed wetende dat ik niet alleen mijn vaderland in de steek liet, maar ook en vooral mijn eigen broer. Maar het kon mij niet schelen, zo diep zat ik. Ik heb rapagerie bij elkaar geraapt en ik ben vertrokken. Met Achilleke en met zijn beerke. Naar Frankrijk ging niet meer. Ga naar Holland, zeiden de mensen. En van Holland naar Engeland. En dan kun je vandaar achter het front geraken, bij Germain. We waren aan het vechten in steenstraten. En ik heb mij daar ergens weggestoken in een put. En ik heb mij bedekt met bladeren en takken en slijk en vuiligheid. En ik heb mij niet geroerd. Uren aan een stuk. En 's nachts ben ik uit die put weggeslopen. Het was pikken donker. Alleen een leekske vuil wit licht van dal van maan die een keer door de wolken kwam loeren. Het was daar zo stil en zo spookachtig daar in steenstraten. Ik moest wel op de vlucht. 2 jaar ben ik op de vlucht geweest. 2 jaar.
om van Boezingen, van West-Rozebeke naar Boezingen te gaan. Hij heeft vertrokken in West-Rozebeke naar Roeselare, naar Tielt, naar Deinze, naar Gent en over Sint-Niklaas naar Antwerpen. Meer dan 2 jaar. En in het begin was dat in volle winter. En ik was op niks voorbereid, op niks. Ik zocht mijn weg door dat slagveld. Sluipend, kruipend, huiverend. En opeens zag ik hem voor mij. Een andere soldaat. Een van ons. Een van de andere kant. Ik kon het niet zien, het was veel te donker. Oh God, dacht ik. Oh God, hij schiet een kogel door mijn kop. Het volgende moment. Ach ja, wat kan mij dat schelen? Kan mij niet schelen dat ik honger had. Iedereen had honger, maar onze Schilleke toch, oh garme dat kind. Hij zat daar maar in een andere. Hij keek naar mij. Ik keek naar hem. En het was lekker. Of dat we elkaar ineens verstonden, zonder een woord. Hij stak zijn hand uit. Ik stak mijn hand uit. Kom. Kom. En hij kwam mee, die een andere. In het begin, we leefden gelijk vossen, 's nachts. We zeiden niet veel tegen elkaar. Maar het feit dat we elkaar gevonden hadden, dat deed ergens deugd. Hoe zal ik dat zeggen? Die een andere, dat was ook maar een mens, gelijk ik. En hij had er ook genoeg van, gelijk ik. En dat was gelijk een teken. Een teken dat dat niet verkeerd was, wat dat we deden. En dat we dat eigenlijk allemaal hadden moeten doen. Al die soldaten. Langs heel die godverdomse frontlinie. Stoppen. Gewoon stoppen. En een hand uitsteken aan elkaar. Dat is het godverdomme maar zelf oplossen. Al die grote mannen onder elkaar. Eindelijk ben ik in Holland geraakt. En van Holland naar Engeland. Eindelijk zijn we in Frankrijk geraakt. Diep in Frankrijk. Ik was Jean geworden. En hij, Maurice. Mijn doofstomme broer, want hij kon geen woord Frans. Maar nog een geluk dat hij een goed stukje toneel kon spelen, die een andere. Weet je, als je op de vlucht bent, ben je niemand. In West-Rozebeke was ik de vrouw van Germain. Dat was niet veel, maar dat was toch iets. We waren niemand meer. Twee verraders, twee deserteurs. Maar we deden ons voor als stielmannen. En zo trokken wij van dorp naar dorp. En we lieten het front verder en verder achter ons. Als je op de vlucht bent, eet je en drink je en slaapt je van de goedheid van de mensen. Eet je en drink je en slaapt je. Nog goed dat ik als Schilleke mee had. Want de mensen hebben rap compassie. Ja, maar goed dat we een paar goede pollen aan ons lijf hadden. Want de mannen waren aan het front of ze waren gesneuveld. En die vrouwen, die kinderen, die oude mensen, die zaten daar alleen. Dus er moest wat gerepareerd worden en gebricoleerd worden. Later heeft Germain dikwijls verteld dat hij als zot werd in dat jaar. Zot van ongerustigheid. Ik dacht dat ik u nooit zou terugvinden, zei hij. U en Achilleke. Ik dacht dat ik u nooit meer zou zien. Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er nooit aan gedacht heb om ginder te blijven en alleen te herbeginnen zonder Germain. Ja, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar nooit aan gedacht heb. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar nooit aan gedacht heb om daar te blijven in Frankrijk. Maar ik mocht niet vergeten wie dat ik was. Een deserteur, een verrader. Dus ik moest weg. Liefst zo ver mogelijk. Naar Amerika. Eindelijk heb ik hem teruggevonden.
zal het nooit vergeten. De 23 januari van het jaar 16. Ik zal het nooit vergeten. In januari van het jaar 19 zijn we er geraakt in Amerika. En ik heb altijd gedacht, ik ga dat achter mij kunnen laten. Ik ga dat kunnen vergeten. Ik ga opnieuw kunnen beginnen. Maar het is blijven knagen. Al die jaren. Wat zou er geworden zijn van die Jean en die Maurice? Wat zou er geworden zijn van onze chef? Wat zou er geworden zijn van vader en moeder? Leven ze nog? Wat zou het geven als ik eindelijk weer eens naar huis zou mogen gaan? It's a long way to Tipperary. Oh, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye, Piccadilly. Farewell, Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Ik ben verpleegster. Goddelieve. Wilfred kon dat toch zo schoon zeggen. My sweet, goddelieve. Toch, ja, Wilfred. Ik was Honoré Wuffels. Ik was bibliothecaris. Maar ik was in de eerste plaats een priester. Die brand in Leuven, in mijn bibliotheek, die heeft mijn ogen geopend. Voordien ik leefde in een stolpje, in een fort van boeken zonder vensters. Ja, pas op, ik zat daar veilig, ik had daar zelf voor gekozen. Maar plots was dat fort weg, opgebrand. Dus ik moest wel naar buiten komen. Ik heb altijd alles verteld aan Rosie, mijn dochter. Het verhaal van haar vader. Dat ze al zo dikwijls gehoord had. Maar ik ben het blijven vertellen, omdat ze gerust zou zijn. Dat ik hem graag zag, haar vader. Dat hij mij graag zag. En dat hij hier zou blijven om met mij te trouwen. Maar dat hij gesneuveld is. Van het gas. Nog voordat hij wist dat ik in verwachting was van haar. Ja, die oorlog. Die oorlog, dat was werkelijk verschrikkelijk. Maar ik kon daar toch niet blijven zitten treuren. Om al die verbrande boeken. Om een lang verhaal kort te maken. Een half jaar later zat ik in de Westhoek. Allemaal zijn hier, aan het front. Het was in de lente van het jaar 17. Wilfred was al een jaar dood en Rosie was 7 maanden oud. Eerst had hij gedacht om thuis te blijven en voor Rosie te zorgen en om mijn verdriet een beetje te vergeten. Maar ze hadden verpleegsters tekort. En als ik dan dacht aan Wilfred en aan al die soldaten, die sukkelaars, ben ik weer naar het hospitaal in Proven gegaan. En ik ben weer beginnen werken. Ik vond dat ik dat moest doen. Ja, ik vond dat ik dat moest doen. Dat was gelijk een soort missie van mij. Man van Gods woord. Bij die sukkelaars in de tranchées. Ik was rap geleerd. Godverdomme, zeiden ze, waar zit hij? Die een god van u. Ik heb aan Rosie ook altijd het verhaal verteld van Marcel.
en wat ik met hem had gedaan. Hoe ze hem hier binnenbrachten op een dag. Een jonge brancardier, kapot gesmeten door een schrapnel. Hij was niet om aan te zien, één open wonde. Ik stond naast dokter Ponsele, die hem verzorgde. Ik stond daar met een olielamp in mijn hand om hem een beetje licht te geven. Maar ineens voelde ik dat ik flauw ging vallen. Ponsele zag dat direct. Hij gaf mij daar een klets tegen mijn kop. En ik kwam weer bij mijn positieve. En Ponsele deed voort met zijn werk. Ja, ik moest daar niet te veel palaveren over God en consorten. En ik moet eerlijk toegeven dat ik ook mij begon af te vragen waar dat hij zat, die God van mij. Maar toch, ik heb veel gekeken. Ik heb veel geluisterd. Ik heb proberen te helpen waar ik kon. Ik werd daar misschien meer priester dan ik ooit was geweest. Ik wilde goed zorgen voor Marcel, maar ik kon niet veel doen. Ik kon bij hem zitten, mijn hand op zijn voorhoofd leggen, zijn hand vasthouden. Hij crepeerde van het zeer en van de koorts. Waar ze mij vroegen, deed ik de mis. Of de andere sacramenten, doopsen, trouws, begravingen. Op onmogelijke plaatsen. Kapotgeschoten kerken, barakken. Op een goeie dag, wij passeren aan een kerkhof. En ik zie daar in de verte een korte wagen staan met een kist erop. Vlak naast ons Heer is kruis. Met een paar mannen hebben wij een put gegraven. En die kist daar zachtjes ingelegd. En ja, de paternoster gebeden. Schiet de kogel door mijn kop, zei Marcel. 2 dagen aan een stuk heeft hij dat gezegd. Of ze kwamen bij mij om te vertellen. Biechten. Een verhaal doen. Die verhalen. Ik zou daar boeken kunnen over schrijven. Een boek over Germain. De molenaar van West-Rozebieke die een jaar lang niks meer vernam van zijn vrouw en zijn pasgeboren kind. Een boek over Jeff. Die zijn verdriet verdronk omwille van zijn 2 broers in Café L'Espérance op de Grote Markt in Poperingen. Een boek over Wilfred, een Engelse soldaat, die vrijde met een meisje van Langzier en ermee ging trouwen. Maar hij sneuvelde. Een boek over die infirmière in Proven, die zo gewrongen zat met wat ze had gedaan. Het was niet zo moeilijk om een pistool te vinden. Ik heb dat in veel windels gedraaid om het geluid te smoren. Ik heb dat pistool op Marcel zijn hart gezet. Hij keek mij aan. Hij deed zijn ogen open. Hij wist het. Het was alsof alles van hem afviel. Hij deed zijn ogen weer toe en hij knikte. Ik heb hem nog een kruisje gegeven. Ik heb haar vergiffenis geschonken. Ik heb haar de absolutie gegeven. Niemand heeft dat schot ooit gehoord. Ofwel hebben ze gedaan alsof ze het niet gehoord hebben. Al die verhalen. Al die levens. Al die zielen die de oorlog kapot heeft gesmeten. Ik draag Wilfred mee mijn hele leven. Ik draag Marcel mee, anders dan Wilfred. Maar ik draag ze mee, alle 2. Ik draag die boeken met mij mee. Dat is nu
mijn bibliotheek. En dat zal nooit meer veranderen. Nee. Dat zal nooit meer veranderen. Nooit meer.